gaan het nu hebben over Down the Road in België. Want de Vlaamse comedian William Boeva heeft via Facebook een open brief gestuurd aan de Vlaamse media om op die manier zijn ongenoegen te uiten over dit soort type programma's. Ik heb dat ook geschreven in een vlaag van... Oh, ik was daar echt oprecht niet goed van. Het is heel, heel warm om naar te kijken en ik vind dat ook mooi om te zien, hè. Maar dat helpt ons echt niks vooruit. En van mij mag zo'n programma er zeker zijn, maar VRT mag zich daar niet achter verstoppen van te beweren dat dat inclusie is. Die kritiek van William Boeva vind ik wel ergens te begrijpen. William is zelf iemand met een werkgroei, heeft dus zelf een handicap. Waarom is het een kijkcijferhit down the road? Omdat er mensen met een beperking in voorkomen. Hoe noemt hij het? Het knuffelbeergehalte. En eigenlijk voelen wij ons als kijker zonder beperking wel even goed dat we daar naar kunnen kijken. Voelen we ook wel de emotie van hoe het zit. En kunnen we nadien wel gewoon weer verder, terwijl er eigenlijk niks veranderd is voor mensen met een beperking. Hè. Dat hoeft niet afgeschaft te worden voor mij. Hè. Mij wringt het gewoon dat het daar stopt, dat het daar ophoudt. En dat een VRT zich daarachter verstopt. En zegt, wij doen aan inclusie, want hier is down the road. Nee. Inclusie is iemand met een beperking die het journaal presenteert. Inclusie is iemand met een beperking die het weerbericht voorleest. De VRT heeft gezegd, in 2023 willen wij een echt schermgezicht, ook met een beperking. Dus ik vermoed dat het bijvoorbeeld ook iemand in een rolstoel zal zijn. Je kan niet iemand met het Down-syndroom het weer laten presenteren, want het zal dan weer te veel afleiden van het weerbericht zelf, denk ik. Maar er wordt aan gewerkt. Ik vind het een hele interessante discussie. Ik ben heel benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Nee, ik ben benieuwd hoe jij hier naar kijkt. Want jij hebt van ons, volgens mij, de enige ervaringsdeskundige. Nou ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik had een broer die is ondertussen overleden met Down-syndroom. Ik begrijp deze man wel. Ik denk inderdaad dat er verschil zit tussen inclusie. Iemand wordt ergens aangetrokken omdat hij een bepaald talent heeft en omdat hij iets aan een team toevoegt. Ja. Is iets anders dan laten we al deze mensen die iets gemeenschappelijks hebben bij elkaar zetten en daarnaar kijken. Ja, dat verschil dat hij maakte, dat begrijp ik wel als die jongen dat zegt. Maar goed, jij weet dat beter dan ik denk. Ik denk ook wel dat niet iedereen heeft ervaring natuurlijk met iemand die binnen de familie dat heeft. En dat de buitenstaander er misschien wel wat van kan leren. Ja. Ja, dus in die zin zou zo'n programma wel zin hebben, denk ik dan. Los van of het wel of geen inclusie is. Het hele woord, daar heb ik weinig mee. Maar goed, misschien zie je dat anders. Nee, ik denk dat ik dat wel met je eens ben. Maar daarbij, ja, deze discussie is zo ingewikkeld. Want Down the Road gaat over mensen met Down. Maar er zijn zoveel mensen. En een aantal van die mensen heeft een beperking. En Down is er daar weer één van. Ja. Maar een mens dat niet kan lopen is natuurlijk ook niet te vergelijken met iemand met Down-syndroom. Ja. En mensen met Down-syndroom zijn ook alweer niet te vergelijken met elkaar. Dus, Ik denk overigens, als je iemand met een beperking het weer laat presenteren, dat misschien de eerste keer gesprekstof zou opleveren. Maar daarna zou je dat waarschijnlijk gewoon heel normaal gaan vinden. Ja, als deze mens met Down-syndroom heel goed het weer kan presenteren. Nee, precies, daar gaat het om. Maar als dat zo is, dan heb je het natuurlijk wel over, hoe ze dat ook noemen, inclusie. Ja. Maar heb jij het gevoel dat het representatief is als je kijkt naar zo'n programma, Down the Road? Nou, wat ik best wel ingewikkeld vind, is dat de meeste programma's met verstandelijk gehandicapten eigenlijk worden volgens mij alleen maar dit type programma's gemaakt met mensen met Down. En ik denk toch dat, cru gezegd, komt omdat die het sexy zijn op televisie. Die zien er het leukst uit. Die doen mee. Die zijn aantrekkelijker om naar te kijken. En nu zeg ik ook al ze, want het zijn natuurlijk ook allemaal gewoon individuen. En toevallig delen ze dat Down-sausje. Maar stel je voor dat je het andersom zou doen. Dat je alleen maar de zware probleemgevallen zou laten zien. Dan zou de kritiek weer zijn. Ja, jullie zitten nu in een heel kwaad daglicht. Dus kun je het ooit doen? Nee, maar ik bedoel, er zijn wel 3 of 4 verschillende televisieprogramma's door de jaren heen geweest. Die zijn allemaal met mensen met Down. Ja. Het mag. En ik bedoel, ik heb er geen hekel aan of zo. Maar ik vind dat wel opvallend. Het zijn niet de mensen die spastisch zijn. Of of weet ik veel. Dit zijn wel dan prettige mensen met een beperking om naar te kijken. Ja. De kern is eigenlijk, denk ik, als je dat
als Belgische omroep brengt onder het mom van kijk eens wat wij, hoe goed wij bezig zijn, ja, dat vind ik hypocrieter dan wanneer dat programma er gewoon is en men wat meer leert over mensen met een beperking. Ik ben het helemaal met je eens. Daarom vind ik eigenlijk dit wel een heel interessant punt dat hij maakt. En ik vind dat dat wel een interessant gesprek oplevert. Hartstikke goed dat we dat doen. En dat, precies wat hij zegt. Maar hé, jongens, dan moet je het niet zo achter benoemen, de schermen precies. Moeten we ook wat doen. Ja. Maar als ik het goed begrijp, is het dus meer van er zijn wel programma's voor Down with Johnny, waar ik heel erg veel van heb opgestoken, maar ook dat ik waanzinnig goede entertainment vind. Het komt gewoon tot me terwijl ik op de bank hang. Maar dat er voor de rest geen mensen met welke vorm van beperking dan ook te zien zijn. Niet als presentator. Ja. Ja, toen ik net die ene man zei van ja, dan zou je eigenlijk ook wel iemand hebben kunnen die bijvoorbeeld in een rolstoel het journaal voorleest. Dacht ik, ja, dat klinkt eigenlijk heel erg logisch. Ja. Tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld naar tennis kijk en dan spelen er twee mannen tegen elkaar, is het uitverkocht. Twee vrouwen tegen elkaar, dan is het bijna uitverkocht. Ja, en als dan de rolstoeltennissers komen, die zitten gewoon in een hele lege arena. Dus het is ook wel een soort, als het zo. Ja, maar dat is op sport. Het zou niet uitmaken als zij een rolstoel zou zeggen hoe je presenteert. Of iets anders. Dan gaat het om hoe je presenteert, toch? Ingewikkelde discussie wel. Ja, maar wel, als je mij vraagt, een goeie. Ik vond het wel leuk vandaag. Ik dacht goed dat dit is. Er zijn overigens wel vaak mensen op televisie waar ik me wel eens bij afvraag of dat tegen dat beperkende deel aanschurken. Ik vroeg mij af, heeft Talpa hier nog een mening over? Ja, Talpa heeft natuurlijk de Nederlandse versie met Gordon. We hebben Talpa op een reactie gevraagd, maar die hebben laten weten nu niet te willen reageren. De Belgische zender VTM heeft overigens wel gereageerd. Zij laten weten dat ze trots zijn op het hartverwarmende Down the Road, dat al verschillende internationale prijzen won. We werken in andere programma's ook expliciet en inclusieve beeldvorming. Ze zeggen ook intussen al contact hebben gehad met William en dat hij uitgenodigd is om binnenkort eens samen naar een aflevering te komen kijken. En Dieter Koppens, de presentator van Down the Road, heeft ook gereageerd met de boodschap van William. Hij zegt geschrokken, maar met begrip te hebben gekeken. Hij begrijpt zijn frustratie wel. Al vind ik het gevaarlijk dat hij vanuit zijn eigen standpunt spreekt voor de grote en diverse groep mensen met een beperking zoals die bestaat. Iemand met een fysieke beperking kan bijvoorbeeld deelnemen aan De Mol. Voor iemand met een mentale beperking is dat een heel ander verhaal. De mens met een beperking bestaat dus niet. Nou, dat lijkt me sowieso een mooie conclusie. Ja.